Ja, Jente van Ongeval, rode kaart hier gekregen tegen de wedstrijd tegen Turnhout. Vertel het eens, aan de noodrem moeten trekken? Ja, een beetje wel natuurlijk. Hè. Dus die bal wordt diep gestuurd, er zit veel effect op en dan botst een beetje raar. Verkeerde inschatting en de bal komt bij de speler en hij kan alleen doorgaan. Dus ik probeer te tackelen, maar juist als ik tackle zit hem eigenlijk zijn voet voor de bal. Dus raak ik de speler natuurlijk. En ja, als er gefloten werd, dan wist ze natuurlijk hoe laat dat was natuurlijk. Hè. Dus. Jij mist daardoor de wedstrijd, de derby tegen KVK Tiene. Ik denk het wel, ja. Ik hoop dat het bij één week blijft en geen twee weken. Maar dan mis ik natuurlijk een derby op Tiene volgende week woensdag. Hè. Dus spijtig, maar ja, het is nu zo. Jullie hadden het aanvankelijk toch wel moeilijk met een stug turnout, ook verdedigend? Ik denk dat het een heel stugge ploeg is. Hè. Dat ze zeker volledig terugzakten eigenlijk en ons opvangden. Er was weinig ruimte, weinig aanspeelpunten eigenlijk in het middenveld. Ja, dat is hun sterke natuurlijk, hè. Dus dat is hun recht van spelen. En wij moeten dan maar een oplossing zoeken en dat hebben we eigenlijk niet gevonden. Hè. Maar een punt is niet genoeg? Ik denk een punt tegen Turnhout is niet genoeg, nee, daar mogen we niet tevreden mee zijn. Oké, okay. Bedankt en we hopen dat de Voetbalbond niet te streng is met die rode kaart. Dank u, Jente. Fred de Somberg na de 1-1 tegen Turnhout. Vertel eens Fred, want de meeste supporters hebben het niet echt goed gezien. Hoe is dat doelpunt van Turnhout tot stand gekomen? Ja, met die fout, dus eigenlijk die vrije trap. En ik beslist om te gaan, wat ik misschien niet had moeten doen. Dus ik zal graag de beelden eerst terugzien. Maar ik heb misschien niet moeten komen. En als ik ga, dan moet ik die bal hebben. En ja, had ik die voor mij. Dus ja, ik had de bal eigenlijk moeten hebben. Maar als ik beslist om te gaan, dan moet ik ervoor uitgaan eigenlijk. De bal was dan over de lijn of heeft Vazen hem nog geraakt? Van waar ik was kan ik het niet zien, maar ik denk dat Daan nog iets probeert. Maar ik bedoel, op zo'n een bal, hij loopt eigenlijk naar die doel. Hij kan het eigenlijk niet zo zien, dus ja, hij probeert nog iets, maar ik denk dat hij een bal in doel valt eigenlijk. Verder had je toch nog een paar knappe reddingen in petto. Toch wel sterk na een paar weken oud te zijn? Ja, maar het probleem is als je dan een paar goede bal pakt en dan doe je zo één foutje, dan, ja, dan is je match eigenlijk een beetje naar, ja, naar de, okay. Naar de voeten. Naar de voeten. Okay. Goed, maar jij moet beslissen op een kwestie van een seconde, ja. Moet jij beslissen. Hè? Ja, dat is ook zo. Dus ja, voor hetzelfde prijs als die gast iets kleiner was, ik denk dat die 1,93 was of zo. Dus, en dan die bal, ja, het valt op die boom eigenlijk. Dus, Goed, nu hebben jullie volgend weekend geen wedstrijd, want Oud-TVD Leuven is bye. Het is nu werken, 10 dagen lang, naar de derby tegen KVK Tiene. Ja, we werken. We hebben ook testen, dus inspanningstesten en zo, om te zien waar we staan op fysisch vlak en zo. Dus ik denk dat we goed gaan werken om klaar te zijn voor Tiene. En de blessure, valt dat mee? Heb je nog last? Ja, het gaat veel beter. Ik heb eigenlijk steeds minder en minder last, dus dankzij de medische staf eigenlijk, denk ik. Oké, okay, bedankt Fred de Somberg voor deze korte bijdrage. Dank u. We hebben even een kort gesprek met Kurt Weuts, een van de spitsen van Oud-TVD Leuven. Al 8 weken buiten strijd. Ja, Kurt, vertel eens, wat scheelt er juist? Ja, ik denk, ik heb die blessure 8 weken geleden op training opgelopen met een trap op doel. Het was een scheur van een paar centimeter op een paar centimeter in mijn rechteradductor. Dan ben ik daarvoor behandeld geweest bij kines en naar echo's laten nemen van die scheur. Dan hebben ze dat verder behandeld en gekeken, maar het is nu al 8 weken dat die blessure aan de gang is. De scheur is wel verminderd, maar het zou toch nog zeker 2 weken duren vooraleer dat die scheur helemaal genezen zou zijn. Ben je al aan het trainen? Ja, ik ben aan het trainen. Ik ben vrij snel, na een week of 2, 3 ben ik beginnen kunnen lopen. Weliswaar rechtdoor, niet versnellingen of zo, maar rechtdoor kunnen lopen. En dan van daaruit ben ik overgeschakeld nu de laatste week op baltrainingen, waardoor ik intensiever aan het werken ben voor stilaan klaar te geraken tegen over 2 weken. Wanneer mogen we je ongeveer verwachten terug in de ploeg? Ja, ik denk dat dan eerst moet ik zien dat ik helemaal wedstrijdfit geraak en volledig die blessure genezen heb. Ze spreken van 2 weken. Dus als die genezen is, dan wedstrijdritme opdoen bij de belofte. En dan van daaruit kijken hoe snel dat ik het wedstrijdritme opneem. En dan is dan een trainer voor de keus te maken. Het is misschien moeilijk, maar we gaan het even over de wedstrijd van vanmiddag hebben tegen Turnhout. 1-1 gelijk. Eigenlijk is een punt niet genoeg. Nee, ik denk het niet. Ik denk,
Zeker omdat je vorige week 5-0 verliest van Lierse. Iedereen verwacht toch dat je dan vandaag revanche gaat nemen of toch iets gaat rechtzetten. En ik denk dat we moesten gaan voor de 3 punten. Ik denk dat we dat ook geprobeerd hebben, maar met 1 punt komen we zeker niet toe. Is het dan balen als je in de tribune zit? Ja, zeker en vast, omdat je wilt de ploeg toch zo hoog mogelijk zien en zoveel mogelijk punten zien nemen. En als je dan ziet dat nu tegen Turnhout, in principe moeten we daar tegen winnen, maar 1 punt neemt, waardoor dat we toch in het klassement wat blijven vertrappelen, is het natuurlijk balen als je in de tribune zit. Goed, oké. Okay. Bedankt Kurt Weuts en veel succes en zie dat je rap weer op de been bent. Dank u.